De thematentoonstelling Oorlogsleed in Hechtel-Exel is een project van de Heemkundige Kring Hechtel-Exel. Het project omvat drie luiken. Het eerste luik handelt over de 80-jarige oorlog van 1568 tot 1648. Hierbij werd gebruik gemaakt van schansen als lokale verdediging. Naast zeer mooie en informatieve panelen presenteert de Heemkundige Kring Hechtel-Exel ook een fraaie en gedetailleerde maquette van een schans. Het tweede luik gaat over de Eerste Wereldoorlog van 1914 tot 1918. Hier wordt het relaas verteld van de generaal De Schepper die probeert de oprukkende vijand tegen te houden. Een bijzonder verhaal is de brand van de Locht op 28 september 1914. Het derde luik brengt de bezoeker naar de Tweede Wereldoorlog met de focus op de bevrijding van Hechtel-Exel. De Britten leveren een verbeten slag om Hechtel die eindigt op 12 september 1944. Ten slotte belichten de laatste panelen de operatie Marketgarde waarbij de briefing voor de commandanten van het grondoffensief in Bioscoop Splendid in Leopoldsburg werd gegeven. Hierbij aansluitend is er bijzondere aandacht voor het executieoord in het gemeentebos. Dit geheime executieoord en tegelijk begraafplaats van 203 personen, werd door de Duitsers gebruikt tussen 1942 en 1944. Het is tevens de plaats van het monument van de weerstand. Bezoek deze tentoonstelling. Het loont zeker de moeite. De openingsuren van het Koninklijk Museum van het Kamp van Beverlo zijn op dinsdag en donderdag van 9 uur tot 12 uur. Op woensdag van 13 uur tot 17 uur. En op zaterdag van 13 uur tot 17 uur. Loop eens binnen, altijd van harte welkom.